Mijn naam is Jan Hille-Noordhof. Ik ben auteur van het boek Waarom zeggen wij niet wat we vinden en wat daaraan te doen. Allereerst uh, gelukkige medewerkers. En dat betekent dat die uh, geneigd zijn meer bij te dragen. En je neemt mensen in dienst omdat ze kwaliteit hebben. Dus hoe meer zij bijdragen, hoe meer hun kwaliteit tot hun recht komen. Dat heeft invloed op de productiviteit. Dat heeft invloed op. Innovaties bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook als het gaat om veiligheid wil je een open cultuur. Want als iemand geen veiligheidsschoenen draagt, wil je dat een collega hem of haar daarop aanspreekt. En daarom is een open cultuur op heel veel fronten van belang. Dat heeft met je persoonlijkheid te maken. De ene persoon is veel openhartiger dan de ander. Uh, het heeft ook met je vaardigheid te maken. Kan ik mijn boodschap goed over het voetlicht krijgen? Maar het heeft ook met de organisatie te maken. En, uh, hoe uh, is, zijn de machtsverhoudingen bijvoorbeeld in een organisatie? In een hele hiërarchische organisatie is dat lastiger. Uh, wat is de infrastructuur? Zijn er überhaupt wel overleggen waar ik mij dus uit kan spreken? Maar het heeft ook met de cultuur te maken. Bijvoorbeeld dieselgate kennen we allemaal. Vele mensen wisten natuurlijk binnen het Volkswagen concern wat er aan de hand was, maar niemand sprak erover. Dus wat maakt nou dat mensen zich dan niet uitspreken? Dat heeft waarschijnlijk met toch een afrekenomgeving te maken dat het beter niet gezegd kan worden. Dus dat zijn de impliciete boodschappen. Het een mag je wel zeggen, het ander wordt je geacht niet te zeggen. Nou, er zijn eigenlijk drie lijnen. Het heeft met hiërarchie te maken, het heeft met. Opvattingen over machtsverschillen te maken en het heeft met infrastructuur te maken. Een mooi voorbeeld is hoe er tegenwoordig in Scrum teams gewerkt wordt. Dat zijn in principe teams waar, die zelfsturend zijn, waar geen hiërarchische verschillen zijn, waar een egalitaire machtsopvatting is en waar elke dag overleg is. Dus het is normaal dat je elkaar aanspreekt, dat je elkaar ook complimenten geeft, maar dat je elkaar ook kritisch houdt, want je wilt samen een product maken. En door die omgeving zo in te richten, krijg je als vanzelf die open cultuur. Kortom, er zijn heel veel redenen om je uit te spreken, om, om wel te zeggen wat je vindt. Een organisatie wint er heel veel mee. En hoe je dat kunt bereiken, dat leg ik uit in mijn boek.